De brouwerij bestaat van 1860, voorheen gevestigd in het centrum van Ninove en in 1926 overgeplaatst op de huidige locatie. Wij zijn vooral gericht op de streek. Wij hebben een kwaliteitsproduct dat enorm gekend is in Ninove en omstreken. Het is 150 jaar een familiebedrijf. Wij zijn de vijfde generatie. En onze bedoeling is familiaal te blijven. Geen grote multinational te worden enzovoorts, maar verankerd te blijven met de streek en te zorgen dat we een soort levend brouwerijmuseum kunnen zijn en blijven en dat dat ook rendabel is. De brouwerij produceert twee soorten bier, namelijk de pils dat alleen in Ninove, in de cafés van Ninove, wordt verdeeld. Dat is een bittere pils, slagpils. En dan onze witkapbieren worden in de streek rond Ninove vooral verdeeld.